Hallo, goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe video. En ik moet zeggen, ik wou eigenlijk deze video vandaag koppelen aan een post dat ik vanmorgen gemaakt heb op sociale media, op Instagram en Facebook. En omdat het eigenlijk maar een belangrijke boodschap is. Iets wat je al wellicht al 1000 keer gehoord hebt. Je weet het en toch is het nog zo moeilijk en lastig om het in de praktijk om te gaan zetten. Hey, ik ben Lindsay. En ik help jou om een meester van je leven te worden door onder andere deze videoboodschappen met jou te delen. Tijdens mijn eigen spirituele groei van de laatste jaren ben ik door heel wat ups en downs gegaan. En de donkere nacht van de ziel, jou wellicht wel bekend ondertussen, heb ik niet één keer, maar eigenlijk verschillende keren ervaren naar aanleiding van verschillende levensgebeurtenissen. De eerste ontwaking kwam er eigenlijk naar aanleiding van de burn-out die ik kreeg. En op dat moment dat mijn lichaam het heft in handen en nam de controle over mijn leven, omdat ik eigenlijk anders nooit zou stoppen te doen met wat ik dan aan het doen was. Mijn passie om het leven van anderen beter te maken is zo groot dat ik er eigenlijk constant mezelf voor uitputte. En ik was me daar op dat moment totaal niet bewust van. Het enige wat ik wist, was dat ik vast zat in een systeem die ik niet zo eenvoudig kon veranderen. Maar ik werkte met mensen die mijn hulp en ondersteuning en mijn licht en mijn liefde konden gebruiken. Dus was ik eigenlijk constant heen en weer gesleurd tussen enerzijds voor mezelf kiezen en anderzijds die roep van die ziel te beantwoorden. Nu, je weet het ondertussen nog niet, maar als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan ben je onmogelijk in staat om je 100% te gaan geven voor anderen. En dat leerde ik ook de afgelopen jaren met vallen en opstaan. En tijdens mijn burn-out werd ik ook voor de tweede keer moeder. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk toen zelfs niet door had dat ik in die burn-out zat. Want ik gaf de schuld aan de zwangerschap en aan het feit dat ik in shift werd, dus vroege, late nacht, dagdiensten, allemaal door elkaar. En ik had ook nog een kind die nog geen 2 jaar was. Mijn zoon was op dat moment nog geen 2 jaar. Dus bovendien woonde ik ook ver van familie, waardoor ik voor heel wat zaken alleen stond. Maar ik redde mij wel. Tenminste, dat was hetgeen wat ik toen dacht. Ik zal het wel alleen doen. Ik ben sterk genoeg, ik kan het hier allemaal wel aan. Pas wanneer dat mijn lichaam me stilzette en mijn ex zei toen, nu is het genoeg, je gaat een ziekteverlof, begreep ik eigenlijk dat er wel iets mocht veranderen. En ik durfde voor de eerste keer ook toegeven dat het me niet meer alleen lukte. Dus ik ging naar de huisarts en die gaf me inderdaad ziekteverlof. En natuurlijk kreeg ik ook controle van de arbeidsgeneesheer, maar ook daar kon ik mijn verhaal delen. Ook al zei die, je kan niet eeuwig in ziekteverlof blijven en wat denk je dat ziek zijn gaat veranderen aan je situatie en bla 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 bla. Nu, op dat moment had ik eigenlijk wel al een uitweg voor mezelf gecreëerd, want ik wist dat ik een maand later in loopbaanafbreking zou gaan. En nadien heb ik ook eigenlijk alle verlofstapjes opgenomen die ik kon, omdat ik op die manier mezelf de kans zou geven om uit te gaan zoeken van wie ik was. Om te gaan ontdekken van wat me gelukkig maakte. Wat ik wist op het moment dat ik gestopt was en een ziekteverlof gegaan was, wist ik dat ik eigenlijk nooit meer terug wou keren. Terugkeren was voor mij geen optie. Ik wou me niet meer buigen naar en volgens het systeem, want ik paste daar gewoon niet langer in. En nu, systemen zijn goed, zolang dat ze de flexibiliteit hebben om mee te buigen met die stormen. En dat is het afgelopen jaar ook gebleken, dat er heel veel daarin moet veranderen. Of het nu gaat over onderwijs of politie waar ik in werkte, of ziekenhuizen of overheid in het algemeen. De maatschappij is veranderd. Wij als mens zijn veranderd. Dus mag alles ook op een andere manier gaan verlopen. Anders dan we gewoon zijn. En daarom was ik ook blij om te zien dat onze regering nieuw bloed kreeg. Ook al duurde het een hele tijd voordat dat ze er weer uitgeraakt. Maar dit is eigenlijk een klein teken dat de verschuivingen begonnen zijn. We zijn er nog niet, maar het is bezig. En dus deze morgen postte ik het volgende. Om te groeien moet je nieuwe dingen proberen en vliegen. Wanneer je telkens blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zal je altijd hetzelfde opnieuw en opnieuw ervaren. Dus spring zonder nadenken en vertrouw dat je diep van binnen weet hoe dat je moet vliegen. Ook al lijkt het nu onmogelijk. Spring. En weet dat dat veiligheidsnet waar je op hoopt zich zal openen. Maar, en dat is hetgeen wat veel mensen vaak tegenhoudt, het veiligheidsnet toont zich pas nadat jij die sprong in het onbekende hebt genomen. Pas nadat jij hebt vertrouwen getoond in jezelf en in het universum, zal alles voor jou duidelijker worden, stap voor stap.
En dat is iets wat ik ook ervaar bij mensen die voor de eerste keer contact met mij opnemen. Ze hebben een diep verlangen naar verandering, naar betere tijden. En ze voelen dat ik die hen wel kan geven. Maar ze denken tegelijkertijd ook dat ik die verandering ben. En wanneer ik hen daar op wijs, dan zijn er zielen mensen die afhaken en kiezen om kracht en meerwaarde te geven aan hun angsten en onzekerheid. Maar daar ligt het hem net. Door met mij samen te werken, leerde elke klant wat dat betekende om opnieuw baas te zijn over hun leven. Maar we zijn dat niet gewoon. We zijn zo niet opgevoed. We zijn opgevoed om te luisteren. We zitten in ons DNA om slaafs te luisteren naar wat er ons verteld wordt. En net door het niet voor hen te gaan doen, maar mijn klanten soms wat laten dobberen, zodat ze ervaren dat ze eigenlijk niet verdrinken, dat het gewoon allemaal in hun hoofd zit, geef ik hen de ervaring dat ze veel krachtiger zijn dan wat ze tot dan hebben gehoord. Ik spiegel hen de schaduwen, zodat we die samen kunnen helen. Maar ik geef hen ook begrip en liefde, zonder te bevestigen dat ze slachtoffer zijn, want niemand is een slachtoffer. Dat is het verhaal dat ons verteld wordt. We zijn allen creators van ons eigen leven. En ja, dat betekent dan ook die mindere momenten. Ook de zaken waar we alles behalve trots op zijn. Dat is iets wat ik geleerd heb en dat is wat je ook leert. Als deel van een duale wereld, waar er liefde is, waar er haat is. Waar er veiligheid, waar er gevaar is. Waar er boven en beneden is. Waar er warmte en koude is. Want dat is hetgeen wat we hier doen. Dat is wat je doet. Jouw verlangen voor een betere wereld is er omdat het mogelijk is. Het ligt te wachten totdat jij het toelaat in jouw leven. Maar zolang dat je gelooft dat er enkel kommer en kwel in deze wereld is, wel, lieve mens, hoe prachtig jouw ideeën dan ook zijn, maar dat is dat dan jouw realiteit. Ik toon mijn klanten dat ze hun kracht, hun gedachten en hun emoties, dus eigenlijk alles waardoor dat ze nu die pijn ervaren, waardoor dat ze nu worstelen, dat is ook jouw sleutel voor geluk. Jouw sleutel naar meer overheid. Jouw deur om meer liefde te ervaren. Of wat dat dan ook is dat je wenst te ervaren en wenst aan te trekken. Ik veranderde mijn leven. Door toe te geven dat er inderdaad een probleem was. Door toe te geven dat er inderdaad die pijn er was. Door toe te geven dat ik inderdaad niet alles meer alleen verder kon doen. En vooral door naar binnen te gaan. Door te leren vertrouwen in de leiding die ik ontvang. De leiding en de stappen die ik kreeg. Door hetgeen wat mijn buik vertelde, mijn intuïtie me vertelde. En dat is wat ik ook leer en aan iedereen die met mij werkt. Iedereen die klaar is om met mij te werken. Ik toon hen de tools die ze kunnen gebruiken om uit die loop, uit die rollercoaster te komen. Uit die ratrace van het leven. En zodanig dat ze de keuze hebben om inderdaad terug te keren naar die ratrace of voor een kabbelend beekje, waarin dat je meer leeft in die flow van het leven. Als dat hetgeen is wat je wilt, wel natuurlijk, want ook daar ligt jouw keuze. En ik toon je hoe dat je via jouw energie datgene aantrekt wat je wilt, in plaats van het gevoel en vooral de overtuiging te hebben dat jou alles overkomt en je gewoon maar moet ja blijven knikken. Nee, oh mijn god, stop met ja knikken. Stop met alles als waarheid aan te nemen, omdat een dokter, een leraar, jouw buur, een wetenschapper of wie dan ook iets zegt. Leer voor jezelf na te denken. Meer nog, leer voor jezelf te gaan voelen. Dat is iets wat ik zelfs nu mijn kinderen al aanleer. Want dat is een manier waarop dat we krachtiger mensen creëren. Dat is een manier waarop dat de maatschappij aan het veranderen is. Wanneer dat je leert voor jezelf na te denken en te gaan voelen wat er past voor jou. Dat en nog zoveel meer leer ik elke ziel die klaar is voor diepe transformaties. Waarom? Omdat dit gewoon de reden is waarom ik hier nu rondloop op aarde. Jou het geschenk van het mysterie, wat wij leven noemen, teruggeven. Jouw verantwoordelijkheid teruggeven, maar tegelijkertijd daarmee ook jouw kracht teruggeven. Jou te laten ervaren dat jij mee bent en ik jou. Want samen zijn we één en zijn we tot zoveel meer in staat dan wat jij nu kan geloven. En ik nodig je uit om mee te gaan op mijn magische reis, zodat je zelf jouw kracht en licht kan gaan delen met de mensen die op jou wachten. Want mensen gaan ook weer van jou leren, net zoals jij van mij leert, net zoals ik van anderen heb geleerd. En dat is mijn diepste wens voor jou vandaag. Of wanneer je deze video bekijkt. Dat jij leert hoe dat je weer de meester wordt van je leven. Wat dat dan betekent. Hoe dat je jouw leven kan gaan sturen. Hoe dat je kan gaan kiezen welke realiteit je wil ervaren. Zonder dat je het gevoel hebt dat je alles je overkomt.
En daarom nodig ik je uit om samen met mij het traject zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn, dus afgeleid en afgestemd met je hart, met je intuïtie, om dat te volgen. En dat is een 9 week durende mentorship, waarbij ik met je meeloop natuurlijk. En ik ben er om jouw antwoorden te geven op al je vragen en zoveel meer. En je kan nu al starten als je dat wenst op jouw tempo en jouw tijd, zodanig dat je klaar bent voor de wekelijkse live calls die starten in oktober. En die lopen dan zo goed als elke week tot ergens begin of halfweg december. En dat is een hele mooie manier om je leven op een positieve wending te geven. Zodanig dat je in 2022 kan starten vanuit je kracht en je ware essentie. Zodanig dat je je missie vorm kan geven. Welke missie dat dan ook mag zijn. Gedaan met het spelen van een toneel of je aan te passen aan al die rolletjes van je leven. Enkel nog focussen op het zijn van jezelf en elke dag hierin sterker en zelfzekerder worden. Wie wenst er nog meer? En dat is wat ik zie gebeuren bij iedereen die met wie ik werk. Ik ben trots op iedereen die de stap durfde te zetten om aan mij te werken. Want ik weet dat ik geen normale coach ben. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld niet werk als psycholoog. Omdat je dan gebonden bent aan die deontologie en op een heel andere manier kan werken of moet werken. Want ik daag je uit. Ik push je. En soms laat ik je om soms wat worstelen. Dat is zo. Maar enkel en alleen omdat ik vertrouw en weet dat je zoveel meer in jou hebt. Nu, ik heb er alvast heel veel zin in om samen met jou dit traject te lopen. En, oh ja, voor het geld moet je het ook zeker niet laten. Want er is voor ieders budget een termijnplan. Ook op aanrading van mijn lichtteam. Want zij weten wie dat dit traject allemaal gaan volgen. En wie dat er nog niet klaar is. Dus ook daar hebben we voor iedereen een oplossing gevonden. Dus niets houdt je nu nog tegen. En ook hier spreek ik weer uit ervaring. Er waren dagen waarin ik niet wist hoe ik mijn brood zou kopen. En toch bleef ik vertrouwen omdat ik wist dat hij mijn weg was. Waardoor het universum altijd voor me zorgde. En die magische ervaring, die co-creatie met het universum, dat wens ik ook jou toe. Dus laat mij toe die oneindige, onvoorwaardelijke liefde te delen met jou, wat ik ook elke dag mag ervaren. Ik wens je een fijne dag verder en vergeet niet om van elk moment te genieten. Ik zou zeggen, zoek de zilveren rand in elke ervaring, want die is er ook voor jou weggelegd. Zo, veel liefs en tot in de volgende.